Wow. Oké. Ze zeggen dat er wind in de buis staat. Maar even een beetje. Nee, deze staat wel in het midden. Ja, maar die staat ver naar achteren. Hij moet eigenlijk dus die moet meer naar voren? Waarschijnlijk wel, ja. Hij staat wel scheef nu. Hij moet weg. En nu staan ze ook met het metaal zo op de staal, is allemaal niet zo lekker. Ja, maar zo kan je hem niet kantelen, want dan knal je er tegen. Dat ik een beetje uit de plafond kan blijven. Knop open inderdaad. Nou, hopen dat hij start. Even kijken hoor, dit is de grote. De linker brander moet je hebben. Ja. Ja. Even met je richten. Even warm worden. Het is kinderveilig en daarom heel. Met je duim dat het twee precies. Het is behoorlijk veel wind. Er staat warme wenkbrauwen. Daarom moet je dus wenkbrauwen, haar. Ja, ik vast ook. Als een vlam dadelijk terug staat, gelijk stoppen met branden. Ja, ik gooi hem dicht en ik ga opzij. Ja. Dus, ja, ik weet het. Kijk, erin staat fout. Is gevaarlijk. Ja, dat lukt niet zo. Is gevaarlijk, hij gaat erop. Fuck. Oké, houdt dat niet uit? Nee, dat gaan we niet worden. De wind is helemaal fout gedraaid, dus. Kut. Ik weet niet zo helemaal hoe anderen luisteren. Ik geloof eigenlijk dat de meeste mensen niet luisteren. Erger nog, ik geloof zelfs dat de meeste mensen juist druk bezig zijn om niet te luisteren. Zodra er iets storends is, dan begin ik van, wat is dit rare geluid? Waar komt dat vandaan? Wat doet dat? Ik luister eigenlijk naar dingen die anderen als lawaai zien. Ik denk, daar kan je wat mee. Het is een kleur. Het is niet ellende. Als je tests doet, als je als een laboratorium werkt, en dan moet je ermee rekenen dat het mis kan gaan. Ik ben niet een componist die gewoon een viool neemt. Ik ben iemand die met moeilijke dingen componeert. Ja, dan kan het misgaan. Dat is ook wel eens gebeurd.
Het idee is ontstaan tijdens het lopen op het strand. En eigenlijk komt er uit de plek meestal wat ik wil doen. Dus ik ga redelijk leeg de locatie op. En ze waren aan het opspuiten. En er lagen overal grote stalen buizen. Wat we gaan proberen is een geluidsorgel te bouwen met 4 tonen. En extreem lage tonen en die creëer je door branders in 24 meter lange stalen buizen te houden. En dan gaan we daarmee spelen en hoe moeten we dus nog uitzoeken. Doe maar even helemaal dicht, je hebt nog een hele spleet. Oké, er is geen wind meer. Oh, wacht even. Moment. Pas Koolwijk. Wat? Waar wachten we op? Was hij aan bij je in slaap gevallen? Nee. Oké, doe hem zo om. Kijk hoe lang het duurt voordat de wind komt. Hè? De hand hem even uit. Ik hoor 1, 2, 3. En nu is hij er al. Vol. Laten we het proberen. Okay. Nou, start maar de waakvlam. We zitten even klaar en genoeg plek dat we opzij kunnen en niet te veel mensen erachter. Kijk, nu gewoon een beetje gas. Stinky. Even wachten. Nou, er is zoveel wind. Ja, maar dat blijft in je kleren zitten. Dat is erop aan. Zo vervelend. Vandaag een beetje meer moeite mee. Ik zet hem zo scheef en dan kan ik hem zo doen. Okay. Dan heb ik een beetje plek. Okay. Allemaal goed. Tel jij af? 3, 2, 1, weg. Hier voelde ik hem. Oh ja, met je haren gesnoeid. Moet ik het doen? Ja, maar er komen hoop terug. Het geluid is dus altijd het centrum, het draaipunt. En het proberen te beheersen van iets is een centraal thema. Dus kijken hoe je in iets waarvan ik denk, hoe doe je dat in godsnaam? Of je daar dus een compositie of een harmonie of een structuur in kan brengen. Eigenlijk, je zoekt een grens van geluid en als je naar het werk kijkt, kan je ook zien, eigenlijk al die grenzen, die wil ik weten. Dus het psychische van geluid, het fysieke van geluid, het publieke van geluid, hoe reageren mensen, hoe ervaren mensen ruimtes door geluid en hun omgeving. Waar storen mensen zich aan, vind ik fascinerend. Kan je dat sturen? Het is echt, echt spannend jongensspeelgoed. Zo. Ik hoop dat het een beetje overkomt nog, maar goed. Dat is dan de andere twijfel. Eigenlijk bijna iedereen die langskwam begreep het niet en dat is een slecht teken.
Bij de buizen kan iedereen goed zien wat je doet, denk ik. Dus eigenlijk bij de buizen moet je zijn potentie laten zien. Het moet niet vuurwerk zijn. Dus het moet een compositie zijn. En dat is eigenlijk waar ik het meest mijn kop over breek. Ik wil niet dat het vuurwerk wordt. Dus dat het alleen maar oor wordt. Je moet laten zien, en je kan dit ding ook spelen. Dat is wat ik wil. En dat is ook waar ik bang voor ben. Oké, heren. Nou. Zijn we ervoor? Ja, we gaan. Lijkt geluid een iets te zijn waar ik bijna alles om kan cirkelen. Dus ik ben nog nooit in een situatie gekomen waarvan ik dacht, het is te beperkt. Erger nog, het is zo groot dat ik denk, ik zal nooit uitvinden wat zijn universum is, zeg maar. Dus daar blijf ik, dat is voor mij ideaal. Je vraagt mensen te luisteren en tegen hun instincten in. Dus je vraagt mensen tegen hun afkeer in dingen te horen.